Goeiedag allemaal. Hier zijn we weer eens een keer. En ik wou het vandaag eens hebben over het fenomeen uurtje factuurtje. Je weet wel wat dat is, hè? Dan moet je schrijven. Hoe lang kan je ergens voor bezig geweest zijn? En dan moet je dan een prijskaartje aanhangen. En dan moet je die rekening sturen naar het slachtoffer die betreft. Nou, ik ben zo'n klein beetje het slachtoffer geworden. Maar ik zou zeggen, het waren niet altijd een stuk, maar het was toch goed om er even op te wijzen. En ik heb een accountant. Ik heb niet veel te behapstukken meer, maar ik heb een afspraak met ze gemaakt dat ze voor mij iets doen. Dat kost €650 per jaar. Dat was 2002 dat we dat hebben afgesproken. En wat krijg ik nou? Ik zie ieder jaar eigenlijk dat die rekening naar omhoog gaat. Maar ja goed, daar heb ik dan niet al te veel over gezegd. Want ik begrijp ook wel dat de kosten ook allemaal bij die mannen een beetje stijgen. Maar ze zeggen ook, ja, dat is de trend, dan moeten we dan extra deur berekenen. Maar nou maakten ze het van het jaar daar een mooi bond, jongens. Ik kreeg een rekening en die waren geen plek van 650, die waren al door de €1200 geworden. Ik denk, ja, wat krijgen we nou? Dus ik ga bellen en ze zeggen, ja, dat is de trend, dit en dat en zo. We hebben wat extra waard moeten doen voor u. En nou, ja, goed, ik was er nog helemaal niet mee eens, maar ik heb die rekening nog even laten liggen. En toen kwam er na een poosje weer een rekening. En toen kwam er nog eens een keer €400 bij. En ik zeg tegen hem, ik bel natuurlijk gelijk op. Ik zeg, hé man, hoe zit dat nou met dat? Wat krijgen we nou allemaal? Ja, zeggen ze, we hebben nog eens nagekeken en we denken toch dat we dat jij daar schuldig zijn, want we hebben extra werk voor u gehad. Ik zeg, nou, laat dat dan maar eens zien, hé, als je dat kunt. Want ja, je kunt dat wel zeggen, en extra werk, ja, dan specificeer dat maar eens. Ja, maar dat is het algemeen en dit en dat. Ja, ik zit nog steeds te wachten op die specificatie, ik heb nog steeds niet gehad en ik ga nog niet betalen. Maar ja, ik zit wel een klein beetje in de problemen natuurlijk, want ja, het is mijn accountant en hij doet mijn boekhouding. En eigenlijk vind ik toch dat zulke mannen specificaties moeten schrijven, want anders dan kunnen ze maar rekenen wat ze willen. En je ziet dat altijd tegenwoordig met dat uurtje factuurtje, jongens, je bent aan de goden overgeleverd dat je niet uitkijkt. Want als jij dat zelf niet kunt controleren, ja, wat moet je dan doen? Ze sturen ook gewoon soms spooknota's, die accountants. Ik zal niet zeggen dat ze allemaal hetzelfde zijn, maar er zijn er bij die dat doen. Ik kreeg op een zeker moment, dat was een aantal jaren geleden, kwam er zomaar ineens een aantal nota's, toen had ik nog een bedrijfje. En ik zeg, ja jongens, wat komt daar nou vandaan? Ja, dat is algemeen en dat dit en dat. En contact met de belastingdienst en afwerking van aangiftes. Ja, volgens mij doen ze daar bijna niks aan, maar je moet wel betalen. Dus ik ben er daar een beetje voorzichtig van geworden. En ik wou jullie allemaal waarschuwen. Ik weet niet of jullie wel eens mee van dat soort dingen te maken hebben. Dat je zegt, een uurtje factuurtje, kijk uit. En vraag om een specificatie. Want je bent soms bang om de telefoon te pakken om ze te bellen, die gasten. Want dan belde net een vraagje. Eigenlijk zou je dan een horloge naast u op het bureau moeten leggen om te kijken hoe lang ik nou gebeld. 5 minuten, 10 minuten. En dan opschrijven en kijken of ze dat later ook zo in rekening brengen. En je moet ook uitkijken dat ze, als ze toch niet veel te doen hebben, dat ze een beetje aan de praat houden. Hè. Dan denken ze, nou, ik kan die nou nog eens ontlok en dan nog eens ontlok. Dan zijn we zo een half uurtje verder en hup, dan schrijven we weer. Je moet er heel goed mee uitkijken. En dan moet ik wel zeggen, ja kijk, je kunt natuurlijk niet alles over één kam scheren. Want er zijn natuurlijk accountants, en dan moeten we ook toegeven, die zijn heel netjes en die werken precies volgens het principe. Die halen jou dat veld niet over de oren. En een accountant is natuurlijk niet gauw te duur als hij voor jou winst behaalt. Kijk, als jij bepaalde dingen niet kunt zien, want je bent een boer en een boer is goed in boeren en al dat soort, maar niet in boekhouden over het algemeen. Dus als jouw accountant het goed voor jou doet en die haalt voor jou een paar leuke zijntjes binnen, dan is dat de moeite waard en dan is een accountant, laten we eerlijk zijn, dan is die niet gauw te duur. Hè? Kwaliteit, dan moet zijn eigen betalen. Maar je moet het wel altijd kunnen blijven controleren. En je ziet dat bij een heleboel andere bedrijven, zie dat eigenlijk ook. Als jij je auto naar de garage brengt, hè, en dan, ik heb dat persoonlijk meegemaakt, en ik zal geen namen noemen, maar ik zal u zeggen hoe ze dat doen. Ze weten dat ik geen rijke vent ben, ik ben maar een arme sloeber. Hè. Mijn auto was een paar keer achter elkaar flink kapot gegaan. Toen zit hij een monteur tegen mij en hij zei, nou, hij zei, we zullen dat niet allemaal rekenen al die uren, want we hebben toch rijk klanten genoeg en dan schrijven we daar een uurtje bij en daar een uurtje bij en dan komen we er ook wel. Kijk, je kunt dat niet controleren. En dat is eigenlijk, ja, ongrijpbaar, maar ja, je zult ermee moeten leren leven. Advocaten, als je bent een advocaat, als je gaat procederen, maar je weet ook niet wat je blijft. Want ja, jij gaat iets aanspannen en zij moeten iets uitzoeken. En hoe doen ze dat? Kijk,
De ene kan iets vinden in 5 minuten, maar de andere doet er een half uur over en dan weten ze alle twee hetzelfde. Maar jij moet wel natuurlijk dat half uur of een uur meer betalen. Het beste is natuurlijk als je afspraken van tevoren kunt maken, dat je zegt, nou jongens, kijk, jij moet dit voor mij doen en dat voor mij doen en laten we dan rond de tafel gaan zitten. Dat kost ons ook veel en daarmee uit. En dan pakken we een trend en doen we er ieder jaar een beetje bij, naar verhouding dat de inflatie is. Dat is akkoord. Maar wat je ook moet doen, je moet natuurlijk een goede afspraak maken dat je zeker weet dat daar geen muziek in zit. Maar als jij meer werk gaat vragen, dat is net als in de aannemerij. Als jij zegt, ja dat durken dat stond hier, maar dan wil ik het daar hebben. Of die wastafel die stond boven, maar die wil ik beneden ook hebben, terwijl die niet in het plan stond. Ja, dan ga jij betalen. Dus mannen en vrouwen, kijk uit wat je doet met die accountants, met die advocaten, met je adviesbureaus, met je garages en alles wat met uren schrijven te maken heeft. Oost in de gaten, want een uurtje factuurtje, dat is een gebrek, dat is zo'n bekend verschijnsel en die mannen profiteren ervan. Ja, en wij zijn slachtoffer en dat willen we toch niet zijn, nietwaar. Dus ik zou zeggen, let op dat u niet overkomt. Houdoe.